beginning in 1981, physicians, including myself, who were working in, especially in California and New York City, began to see young people with an amazing new disease. How did we know it was new? The problems that we saw and the problems that we continue to see were largely in gay men, especially at first gay men who are very sexually active. And what we saw were diseases that we really had never seen before in that age group. A variety of infections, a variety of cancers. And really almost immediately we knew that there was a new disease in our midst. Tijd voor een liedje, vond broer. Een hoogliedje op de dood. Zijn zelfmoordgedachten waren niet anders dan ongeduld geweest. Hij was niet meer ongeduldig. Hij meende nu te weten wat de verbazing van zijn rijpere jongen betekend had. Zelfmoord was een kamertjeszonde vergeleken met de bruidschat waarmee zijn geduld beloond zou worden. De dood, daar kon je staat op maken. Die zou nooit verstek laten gaan. Zekerheid die alles onzeker maakt, neuriede hij. Trouwe allemans vriend, niet zijn dat. Meer dan wat ook. Is, aan jou ben ik al in de moederschoot uitgehuwelijkt. Ik zocht naar jou en vond je niet en al die tijd heb je me naar het altaar geleid. Carnivoren. Sarcofaag, der sarcofagen, boven de miljarden steek je uit. Als de poolster boven de zeeën. Je schenkelt zijn cenotafen op basementen van graniet. Je armen bekkenbrekers. Je voorhoofd is een grafsteen waar, als ik het mos heb weggekrapt, mijn naam op blijkt te staan. Je oog is een drenkeling in een poel. Je wang een rotswand met een bakkenbaard van alpinisten lijken. Je lippen vloeien van lava. In je keel staat het vuur waarin wij die trouwen branden moeten. Vandaag wat bijzonders op het programma, namelijk een documentaire over de invloed van literatuur op het menselijke psyche in de tijden van rampspoed. Dit doen we aan de hand van het boek Mystiek Lichaam. Dit is een psychologische roman die beschrijft een jaar uit het leven van het gebroken gezin Gijzelhard. Dat model staat voor de Nederlandse samenleving aan het eind van de 20e eeuw. Vader Gijzelhard, een bejaarde weduwnaar, is belust op geld en macht over zijn naaste omgeving. Dochter Magda, alias Pril, kiest voor het bewuste, ongehuwde moederschap, maar zal zich tenslotte nog verenigen met de Joodse vader van haar kind. Zoon Leendert, die in New York in kunst handelde, keert als AIDS-patiënt terug in de schoot van de familie, maar is daar niet echt welkom. Nou, hebben we het kort over het boek Mystiek Lichaam gehad. Nu zullen we verder erop ingaan aan de hand van de hedendaagse crisis die zich afspeelt zowel in het boek als de huidige samenleving in de huidige tijd. Weet u nog de jaren 80? Toen in 1981 een mysterieuze ziekte uitbrak in de VS onder enkele homoseksuele mannen, die vooral in de Amerikaanse staat New York verspreidden. Deze nieuwe geheimzinnige ziekte kreeg al gauw de naam GRID, Gay Related Immune Disease, in de volksmond ook wel gay cancer genoemd, ofwel homokanker. Conservatieve christenen zagen dit als een straf van God, waar zelfs de Amerikaanse president Ronald Reagan vond dat deze ziekte een straf was voor homoseksuelen en wilde er niet veel aandacht aan besteden. Rond de jaren 80 houdt ook Leendert Gijzelhard zich hiermee bezig. Rond deze tijd houdt hij zich bezig met allerlei levensvragen,
zoals de zinloosheid van het bestaan van de homo, aangezien hij als kinderloze geen bijdrage kan leveren aan de voortgaande geschiedenis van de komende generaties. Broer is ook homoseksueel. Een ontdekking die hij deed tijdens een mislukte orgie, waar ook macht erbij was. Met de jongen die hij ontmoette, verhuisde hij naar New York. New York was een vlucht van zijn gierige vader die hem niet accepteerde. Gierig zijn is een groot thema in het boek en een van de belangrijkste karaktereigenschappen van de vader. Hij accepteert zijn zoon niet, hij accepteert homoseksualiteit niet. En dat gold voor veel mensen in die tijd. Het gierig zijn komt vaak terug in het boek en dat lees je ook in dit citaat. Gijsbert schrok. Eerst van de stilte die ze op deze woorden liet volgen en met een halve minuut vertraging nog eens van de nagelmunde woorden zelf. Je wilt toch niet zeggen, prul, dat je die man 35.000 gulden hebt geleend? Natuurlijk heb ik 35.000 gulden geleend. Je kunt een drenkeling je hand niet weigeren. Na 5 jaar wordt de jongen waarmee broer is weggerend ernstig ziek. Als hij na de zoveelste scheiding weer bij broer op de stoep staat, drinkt broer van zijn lymfe, ter bewijze dat hij gelooft dat de jongen niet gaat sterven. De jongen sterft alsnog aan AIDS en broer besluit terug te gaan naar Nederland. In broers hoofd hing nu een liefdeloze icoon van de jongen. Hij lag op bed in een pyjama, kledingstuk dat hij bij welzijn nooit had gedragen. Uniform der moribunden. De dekens waren teruggeslagen en er was veel pyjama. Weinig jongen. Bij iedere stap die hij zette, galmde het door het trappenhuis en de gangen. Hij wel, ik niet, hij wel, ik niet. De jongen was ziek en hij niet. Hij was vol en de jongen was leeg. Straks zou de jongen dood zijn en mocht hij nog een tijdje leven. Hij had hem leeggeroofd en maakte met de buiten nu schuldbewuste sier. Voor de ziekenkamer hield hij zijn pas in om op adem te komen. Maar zijn hart wilde niet bedaren. Het zweet brak hem uit. De verpleging had een kartonnen bord aan de deur gehangen. Wash your hands before you leave. Thank you. Na het in 1981 bekend worden van de ziekte bij homoseksuelen in Amerika, duurde het vele jaren voordat de ernst van de ziekte bij het publiek doordrong. Er werden geen maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. In die tijd was homoseksualiteit nog niet geaccepteerd en in verschillende staten van de VS was homoseksualiteit nog verboden. Velen beschouwden de ziekte als een straf van God voor immoreel gedrag. In de begintijd heerste een angst en hysterie. AIDS-patiënten werden soms weggestuurd van ziekenhuizen of niet vervoerd door ziekenwagens, omdat verzorgend personeel bang was voor besmetting. Bijna alle New Yorkse begrafenisondernemers weigerden AIDS-slachtoffers. Toen deze ziekte zich ook openbaarde bij heteroseksuelen en zelfs bij pasgeboren kinderen, werden mensen bang. Deze nieuwe ziekte verspreidde zichzelf met een volle vaart over de hele wereld. Er begon een race tegen de klok te ontstaan en een strijd tussen leven en dood volgde. Een strijd om een vaccin te produceren was losgebarsten. Een strijd die de dag van vandaag de gemoederen nog steeds bezighoudt. De dwazen, ze verspillen hun liefde aan elkaar, kijk toch eens. Ze hebben moeder aarde vaarwel gezegd. Ze zijn op seksuele ruimtevaart gegaan. Ingebeeld en dom zijn ze. En eenzaam zullen ze sterven. Dat is waar hun mannenwaan toe leidt. Dat is bloedeigen broer. Zo tegennatuurlijk bezig. Moet zien. Het onbekende coronavirus zorgt voor veel ophef. 65% van de samenleving rapporteren door dit virus angst- of stressklachten. En 50% zegt last te hebben van somberheid sinds de komst van het coronavirus. Elke dag worden er wereldwijd gemiddeld meer dan 600.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Ook nu proberen onderzoekers zo snel mogelijk naar een vaccin te zoeken die ons kan beschermen tegen dit vreselijke virus, die nu al meer dan 1,8 miljoen doden op hun geweten heeft.
They're fighting a war here and they're losing. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy. The staff are working flat out trying to keep these people from deteriorating further. They're trying to stop them from dying. Zoals we eerder hadden vermeld, kregen de homo's de schuld van AIDS. Ook toen bekend werd dat deze ziekte niet enkel bij homoseksuelen voorkwam. Mensen bleven zich vasthouden aan de ideologie dat zij verantwoordelijk waren voor deze crisis. Een situatie wat zich vandaag ook afspeelt omtrent het coronavirus. Eenzelfde maatschappelijke destructie, al dan niet onrust wat ontstaan is bij het uitbreken van het onbekende virus waar China de schuld van kreeg en waar Chinezen ook stelselmatig gediscrimineerd werden. De landelijke antidiscriminatiebureaus hebben ruim 3000 meldingen ontvangen over het lied Beter voorkomen dan Chinezen, dat vrijdagavond werd gedraaid op Radio 10. In het lied wordt het nieuwe coronavirus in één adem genoemd met Chinezen en Chinees eten. Sinds de uitbraak van het virus neemt het aantal meldingen van racisme door mensen met een Aziatisch uiterlijk toe. De discriminatie treft vooral Chinezen of mensen die voor Chinees worden aangezien. In het beste geval worden ze geplaagd met flauwe grappen, maar steeds vaker is er sprake van discriminatie of belediging. Chinese studenten die tijdelijk niet meer naar Frankrijk hoeven te komen. Restaurants in Korea en Japan die Chinese toeristen weren. Wereldwijd voelen Chinezen en Aziaten die voor Chinezen worden aangezien de reacties op de uitbraak van het coronavirus. Men is geneigd om het zogenoemde zwakke schaap uit te kiezen. Een volk, een groep, om de schuld aan te geven. Zoals de geschiedenis dat vaker laat zien. Kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog. Joden waren de schuldigen van armoede. En zo was de Jood nu makkelijk de zwakke schakel. Klerk, waarschuwde ze. Doe iets aan die ongerechtigheid. Je ruimt die broer op en houd de Jood buiten de deur. Of ga weg. Voor de Joodse wet is Victor helemaal geen Jood, zei de ander. Met veel spuug. Alleen voor de nazi's. Voor de nazi's zou hij hooguit een halve Jood geweest zijn. In het boek Mystiek Lichaam zien we veel elementen terug die we kunnen vertalen naar de dag van vandaag. Elementen zoals de AIDS-crisis naar de coronacrisis. Maar ook racisme en discriminatie kunnen we vertalen naar bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging. We zijn wel beter bezig dan in de jaren 80, maar we zijn er nog lang niet en we hebben nog een lange weg te gaan.